Luc, je verliest hier met 1-2. Vond je dat een gelijkspel verdiend was geweest? Ja, nou, op basis van het spelbeeld wel. En we hebben ook een aantal dikke kansen gehad, nog, vooral na die 2-1 en die rode kaart. En ik denk, ja, eerste helft ook een vrij open wedstrijd. Golf op en neer, twee ploegen die in ieder geval willen aanvallen. Het is niet allemaal even goed, maar in ieder geval wel veel kansen allebei. En als je dan met 1-1 de rust in gaat, dan denk je, nou, ik had het gevoel dat wij in ieder geval beter in de wedstrijd kwamen. Maar ja, dat wordt teniet gedaan binnen, ik weet niet, 2-3 minuten staan we weer met 2-1 achter. Ja, dan moet je weer terugknokken. En helaas mag het niet zo zijn dat die 2-2 dan telt of dat die valt in ieder geval. Kan jij ondanks het verlies toch nog een klein beetje tevreden zijn over je goal? Nou ja, het is een doelpunt. Ik bedoel, ik had liever gewoon gewonnen in een heel slecht voetbal. Ik bedoel, dat het een mooie goal is, dat kan iedereen wel beamen. Maar ja, echt, ik had liever 3 punten gehad. Hoe komt het dat je vandaag verliest? Ja, ik werd net gevraagd ook door de mensen van de kranten. En ik heb geen antwoord op die vraag. Echt niet. Ik denk winstpunt vandaag dat je weer strijd ziet. Weer geloof om toch die 2-2 te forceren. Ja, ik vond sowieso, we begonnen inderdaad weer niet heel scherp. Maar ik vond in de eerste helft qua strijd en beleving duels pakken. In ieder geval vond ik het ook wel weer een stuk beter. Daar hadden we het ook in de rust over. Ja, misschien als je dat wil oppakken, dan dat zul je in ieder geval ook moeten blijven tonen in de laatste wedstrijden. Strijd, beleving. Philip van der Kolk, je verliest vandaag met 1-2. Ik kan me toch voorstellen dat het voor jou toch een klein hoogtepuntje is? Ja, tuurlijk. Voor mij wel, maar ik denk dat we vandaag best een slecht gevoel hebben, vooral aan het begin. Maar heel slecht begonnen. En als je dan gelijk 1-8 komt, dat is wel aardig irritant. Maar ja, voor mezelf is het natuurlijk wel lekker dat ik speel. Alleen ik had liever wat voor de 0 gehad, of niet wat meer te doen gehad. Want ik heb helemaal niks te doen gehad. Alleen wel 2 tegen en dat is gewoon niet heel relaxed. Je lijkt op een gegeven moment de 2-2 te maken. Waarom werd hij niet goedgekeurd? Ja, ik ben het de scheidsrechter gaan vragen. Hij zegt in eerste instantie toen de bal ingebracht werd, stond ik buiten spel. Volgens mij niet. Er stonden 2 mensen volgens mij op de lijn. Want eentje probeert me ook nog eraf te halen terwijl ik hem inschiet. Dus ja, het zal er wel bij horen. Ja, op zich ook naar de rode kaart van hun, waarvoor mag Joost weten. Maar dan proberen we weer, het publiek wordt ook weer wat enthousiaster, maar we konden gewoon geen poten breken. Ja, wel wat kansjes gecreëerd, maar echt, die laatste bal die moest erin, die breedte bal van Henry. En volgens mij keurt hij een zuiver goal af, maar dat weet ik niet. Ja, je was na afloop behoorlijk pissig op de grensrechter inderdaad. Ja, ik vond van wel. Ik ging gewoon verhaal halen wat de reden was. Want er staat een man op de doellijn en een keeper ervoor. Dus dan kan er in principe nooit iemand buiten spel staan. Maar hij liep naar zijn kamertje toe. Hij had geen zin om wat te zeggen. Wanneer kreeg je een beetje door dat je er wel eens in kon staan bij deze competitiewedstrijd? Ik stond afgelopen donderdag met een tijdje, het afsluitende tijd, stond bij de basis. En toen dacht ik wel dat ik erin zou staan. Toch wel verrassend. In principe het hele seizoen een klein beetje buiten beeld geweest en nu opeens eerste man. Ja, dat heb ik zelf ook niet echt op gerekend. Dat is voor mij persoonlijk is wel relaxed om te afsluiten bij IJsmeervogels. Dat ik natuurlijk weer naar het seizoen wegga. Maar ik vind het ook niet ten opzichte van andere keepers vind ik het ook niet heel relaxed, moet ik zeggen. Omdat ze trainen 3 keer. Ik woon natuurlijk in Groningen, dus ze trainen maar 1 keer hier bij IJsmeervogels. En voor hun vind ik het ook een beetje apart en niet heel relaxed ten opzichte van hun. Maar voor mezelf is het wel lekker om zo af te sluiten bij IJsmeervogels. Ja. Deze week werd ook bekend dat jij IJsmeervogels gaat verlaten. Weet je waar je toekomst gaat liggen? Nee, niet precies. Nee. Ook wel een beetje? Ja, als ik het precies had geweten, dan had ik misschien ook kunnen aangeven welke club of wat dan ook. Maar verschillende opties. Misschien wel naar het buitenland. Ik heb ook een half jaar in Barcelona gezeten, dus misschien dat ik daar wel terug ga. Maar je bent bijna klaar met je studie. Waar richt je op? Welke regio? Als ik het over Barcelona heb, dan regio Europa. Dus laten we het daar maar op houden. Dan zit ik altijd goed. Okay. Wanneer verwacht je meer duidelijkheid te hebben? Ja, weet ik niet. Binnen een paar maanden. Als mijn studie ook ten einde loopt, dat is deze zomer, dan moet ik het voor mezelf ook weten. Dat lijkt me ook al makkelijk. En dan gaan we verder kijken. Weet je wat je volgend seizoen gaat doen? Ja, ik ga in het buitenland studeren, dus ik stop er helemaal mee. Barcelona? Net als Luc Jordens? Nee, het Valencia is geworden. Ja, vanaf februari 2009, dus ik ga niet voetballen meer. Stop maar. Volgende week nog een hele belangrijke wedstrijd? Ja, zeker weten. Ik bedoel, we hebben thuis 5-1 verloren. Dat weet iedereen. En ik weet dat wij daar alles aan moeten doen om daar te winnen. Gewoon 3 punten met supporters. Ik bedoel, zij hebben ons nodig, maar wij hebben hun net zo hard nodig. Volgende week derby. Ook iets om naar uit te kijken? Ja, dat is natuurlijk. Dat is wel natuurlijk een hoogtepunt. En dat is natuurlijk heel gaaf om dat een keer te mogen spelen, een keer mee te mogen maken. En ik hoop dat het wat beter voetbal dan vandaag.
Zodat we niet voor heel snel achter de feiten aanlopen. Maar dat we gewoon, misschien gewoon daar kunnen winnen en dat we vaak weer van de kampioenschap af kunnen houden. Dat zou mooi zijn.